Hey, goedemorgen. Ik ben Lester en welkom bij de online celebration van ReSound Church Park City. Naast deze celebration is er op dit moment ook een openlucht celebration tegenover ons kerkgebouw. We wensen ze daar een fijne dienst toe. Wij kunnen vandaag weer gaan kijken naar een preek van Luke Reed, onze lead pastor van de ReSound Church familie. Wil jij ook dat zoveel mogelijk mensen zijn boodschap zien? Help ons dan deze celebration te verspreiden door deze video te liken en te delen. Zijn preek is uiteraard in het Engels. Wil jij graag Nederlandse vertaling? Check dan de informatie in het chatvenster. Nu eerst gaan we kijken naar onze band voor een paar mooie worship songs van de afgelopen tijd.
give you glory for all you've brought me through. And now I'm ready for whatever you want to do. I'm moving forward to follow after you. And now thank you.
Heerlijk om deze songs weer terug te zien. Wil jij een keer onze celebration live bijwonen? Check onze website voor de meest actuele informatie en registratie. En komende donderdag zenden om 7:30 op Facebook weer een inspirerende preek uit. Onze leadpastor Luke Reed gaat spreken over wat het inhoudt om kerk te zijn. Zeker in deze tijd hebben we ervaren dat een kerk veel meer is dan alleen maar een gebouw. De titel van zijn preek is The House. Vandaag gaan we verder met onze serie over het huis. Het gaat over de kerk. En ik geloof dat op dit moment het een goed moment is om te kijken naar wat de kerk is en wat de kerk niet is. Jij zit in je huiskamer, in je woonkamer en jij bent onderdeel van een kerk, een online community. Jij bent onderdeel van de kerk omdat je zowel Jezus als mensen nodig hebt. Dat is de kerk. Het is geen gebouw, ondanks dat die geweldig zijn, maar het belangrijkste is dat we samenkomen als gemeente. Dus we gaan verder met deze serie.
En we lezen Genesis 2, vers 19. Now formed out of the ground all the wild animals and all the birds in the sky. He brought them to the man to see what he had named them. And whatever the man called each living creature, that was its name. So the man gave names to all the livestock, the birds in the sky, and all the wild animals. But for Adam, no suitable helper was found. You see, Adam werd als eerste gemaakt. En God maakte Adam en alle dieren. En hij was in het geweldige paradijs, in een geweldige mancave waar hij zelf dieren mocht benoemen. Hij keek naar een stuk fruit en hij noemde het een sinaasappel. Hij keek naar een vogel en noemde het een vogel. Dat was zijn taak. Hij mocht voor deze tuin zorgen. Dit was de plek waar hij dingen namen mocht geven en dingen mocht maken. En, dat was van hem. En dit geweldige paradijs zorgde voor hem. Maar toch kwam hij nog iets tekort. En dat ene ding was eigenlijk iemand. God maakte Adam, maar hij was niet compleet. God maakte Eva. En zo kun je zien dat er in samen zijn iets compleets te vinden is. Adam had alles. Hij had een heel paradijs, een heel universum om zich heen. Van dieren en planten. Maar het was niet compleet zonder die ene persoon. En er zijn geweldige momenten in mijn leven geweest waarin ik prachtige dingen zag. Misschien was ik alleen op reis. Maar op dat moment had ik nood aan iemand die naast me zou staan, die hetzelfde mee zou maken. En we hebben dat allemaal nodig, dat gemeenschap met iemand die hetzelfde meemaakt. En dit seizoen van quarantaine, van lockdowns, laat zien hoeveel we nodig hebben van anderen, hoeveel we elkaars aanwezigheid nodig hebben. En nu zien we pas hoe nodig dat is. Ik zie hier in Orange County dat mensen eindelijk blij zijn om weer naar buiten te kunnen. En dan zie je dat we iets pas gaan missen als we het niet meer hebben. En op het moment dat we geen gemeente meer om ons heen hebben, zien we dat we het nodig hebben. In 1 Johannes 3 staat: so that you may also have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with his Son, Jesus Christ. And then verse 7 says, but if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, his Son, purifies us from all sin. What's so cool about het gave hieraan is dat er staat dat als we in het licht staan van Jezus, dan moeten we samen zijn met anderen. Dat betekent dat als we licht in ons leven hebben en we Jezus volgen, dan moeten we naar hem kijken. En samen zijn met andere mensen die ook van Jezus houden. En God zelf, en dat is zoiets gaafs aan de drie eenheid, is dat je een prachtig boodschap ziet van de relatie tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, is dat God is niet genoeg in zijn eentje. Hij wil onderdeel zijn van die drie eenheid. En zelfs zelf in God zit er een gemeenschap. God laat ons zo zien dat wij samen moeten zijn. En er zit kracht in samenkomst. Ik kan me herinneren, het jaar 2000, dus dat is 20 jaar geleden, kwamen de Olympics naar Sydney, waar ik woonde, in Australië. Ik was toen 20, ik ben nu 40, maar ik was toen 20 en de Olympische Spelen kwamen naar Sydney. En ik was een student aan het Bijbelcollege. En ik kan me herinneren dat al die verschillende spellen en wedstrijden beschikbaar waren. En ik kon me niks veroorloven. Ik was echt een student. Dus om zoveel geld te spenderen aan een ticket voor iets, dat ging echt niet gebeuren. Dus ik keek naar al die wedstrijden en dacht, wauw, ik zou willen dat ik die mensen in een topsport zou kunnen zien. Maar het enige wat ik me kon veroorloven was een ticket voor pingpong. En pingpong was China versus Zuid-Korea. En ik dacht, ja, ik moet gewoon iets meemaken. Dus ik ging daarheen. En ik ging daar met een aantal vrienden heen. Een klein stadion. En het was gewoon heel saai. Het was ontzettend saai. Er waren een aantal mensen die gewoon een balletje overtikten. En het
was ontzettend saai. En ik was daar met mijn vrienden en ik dacht, ja, ik ga ofwel weg of er moet iets heel spannends gebeuren. Misschien moeten we het leuker maken voor onszelf. Dus we gingen los van elkaar naar twee kanten van de zaal. En we maakten een soort van gepassioneerde roepen. En we gingen met vlaggetjes zwaaien. Alle fans werden ook enthousiast. En we gingen een soort wave doen rond het stadion. En ze moesten meerdere keren de wedstrijd stoppen. Het was zo'n geweldige ervaring. En er kwamen allerlei soorten mensen naar me toe die allemaal dingen aan mij gaven omdat ik dat had gedaan. En de volgende dag hadden ze het erover in op een van de grootste radiostations in Australië. Dat een aantal Australiërs iets saais heel leuk hadden gemaakt. En hoe gaaf dat was. En dat het echt de Australische spirit was. En dat was geweldig. Maar weet je, wij waren gewoon een heel aparte groep mensen. We waren van allerlei plekken ter wereld. En we kwamen op deze ene plek samen. En we zorgden voor enthousiasme. En er is iets bijzonders aan een groep vreemdelingen die samenkomt en die zich ergens voor inzet. En daar gaat het om in de kerk. En soms ben je, is dat een jonge moeder of iemand die op zoek is naar hoop. Of iemand die zich verloren voelt. Of iemand die iets kon brengen naar de kerk. Maar wat er ook gebeurt, God kan die mensen gebruiken en die kan een gemeente samenbrengen. Om enthousiasme te brengen, om God te brengen. En het gaat om dit doel dat Jezus Christus naar mensen gebracht wordt. En dat veranderde de hele ervaring. Ik geloof dat wat belangrijk is, is dat we gemeente zijn waarbij Jezus in het centraal staat. In Hebreeën staat: For he who is promised is faithful. And let us consider how we may spur one another on to love and good deeds. Meaning you don't just love, you actually show it in good deeds. Not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another all the more as you see the day approaching. The writer of Hebrews is de schrijver van Hebreeën brengt hier een hele simpele boodschap. Hij zegt, spoor elkaar aan en kom samen om niet om elkaar te veroordelen, maar juist om elkaar te bemoedigen en die race te rennen en die wedloop te redden en probeer nog wat verder te gaan. En er staat, doe dat, blijf dat doen en raak dat niet kwijt, blijf dat doen. En dat betekent dat de kerk een samenkomst is van mensen, maar het is ook een gewoonte, iets wat je blijft doen. Mensen of de dingen waar je een gewoonte rond vormt zijn belangrijk voor jou. Dus eigenlijk zegt hij, als het nog geen gewoonte is, maak het een gewoonte. Als het nog als je samenkomt, dan is dat iets wat je doet leven. En we hebben elkaar nodig. Dus laten we die gewoonte niet laten vallen. Soms hebben we druk, gaan we op vakantie. Dat zijn allemaal van die dingen. Het is net zoals iemand die bijvoorbeeld naar de sportschool gaat. Misschien ga je vaak naar de sportschool, is de gewoonte. En je wordt sterk in je lichaam. En op een gegeven moment ga je op vakantie en dan denk je er niet meer aan. En dan val je terug en verlies je die gewoonte. Gewoontes die bouw je door de tijd heen. En als je stopt met gewoontes, dan verlies je hoop. En dan verlies je dat je rond mensen bent die hetzelfde willen. We hebben gezonde gewoontes nodig. We moeten in dat ritme terechtkomen. Want we moeten ofwel teruggaan naar het ritme of een nieuw beginnen. En doing good, meaning don't get good fatigue. Don't do good and then get worried in doing it. Doe niet iets goeds om vervolgens dan moe te worden daarvan. Blijf het doen en blijf er goed in. Ik geloof dat we soms moe worden van goede dingen doen. We verliezen zicht over de oogst die we nog kunnen bereiken. Ik herinner me dat er momenten zijn geweest in mijn leven dat ik iets doe. Maar ik weet niet meer waarom. Soms is dat met ouderschap. Je vergeet dat je kinderen aan het opvoeden bent. Soms doe je iets zonder te weten waarom. Een paar jaar geleden
was ik Alyssa aan het kietelen, kietelen. En ik kietelde haar en mijn nagels waren iets te lang, dus ik krabde haar per ongeluk. En ze zei, auw, je nagels zijn bijna klauwen. En toen zei ze, ga die knippen, man. Dus ik ging naar boven en ik was helemaal afgeleid. En ik vergat waarom ik daar was en ik stond daar om me heen te kijken. En ik dacht, wat sta ik hier nou echt te doen? Ik keek om me heen. Ik dacht, nou, laat maar. Ik ga naar beneden. En Alyssa kijkt naar mij en zegt, ze zijn nog precies hetzelfde, Johan. Dus ja, in werkelijkheid hebben we soms van die momenten dat je vergeet waarom je op een andere verdieping bent. Of in een andere kamer. We vergeten waarom we ergens zijn. Dat gebeurt soms in de kerk. We vergeten waarom we in een kerk zijn, in een kerkdienst zijn. Waarbij er allerlei dingen rond ons gebeuren. Maar we vergeten waarom we dat doen. Als jij op dit moment in een studiegroep zit met andere mensen, of een huisgroep, een huiskerk, en je hebt het over het woord van God, misschien vergeet je op een gegeven moment waarom je het hier over hebt, maar blijf je eraan herinneren. Waarom zit je in een kerk? Waarom is de kerk belangrijk? Waarom is het belangrijk dat we elkaar hebben? Blijf daaraan denken. Het waarom van deze vraag is waarom we elkaar nodig hebben. We hebben elkaar nodig. En als een maatschappij zijn we die vraag verloren over waarom we een gemeente moeten zijn. Je ziet het ook aan de architectuur van dingen. Je ziet dat de voortuin steeds minder belangrijk wordt en de achtertuin steeds belangrijker. Want alles wordt privé. En soms zie je die mentaliteit van ik heb het liever allemaal lekker in mijn ruimte en mijn cirkel. Maar er ligt kracht in het begrijpen van community. Het belang van community is dat we vieren, ondersteunen en versterken. Dus als we door een goed moment gaan in ons leven, met een promotie of gezinsuitbreiding, dan is er iets prachtigs dat we dat kunnen vieren met andere mensen. Dat andere mensen kunnen meevieren. En ook onszelf versterken. We versterken onszelf op momenten dat we niet echt sterk kunnen zijn en we andere mensen nodig hebben om ons sterker te maken. En dan is er ook nog ondersteuning. Dat we een steungroep hebben. Ik weet dat als er momenten zijn in je leven dat er verandering plaatsvindt, of slechte dingen, moeilijke dingen, dan komen je wortels bloot te liggen. In de Bijbel staat dat mensen zich toewijden aan gebed en de Bijbel lezen. We moeten ons toewijden aan dit soort dingen. Mensen hebben zichzelf toegewijd aan het volgen van Jezus. En dezelfde roeping is er voor ons dat wij de kerk moeten zijn. Ten eerste ziet community er slordig uit, want mensen zijn niet perfect. Niemand is perfect, ik niet en jij niet. En soms zie je dat er in een gemeenschap bepaalde mensen zich aan elkaar gaan ergeren. We maken fouten, we gaan elkaar een beetje in de haren zitten. Maar ga gewoon door. Ja, de kerk kan soms wat slordig en chaotisch zijn, maar dat hoort erbij. Ten tweede moet Jezus centraal staan. Ons leven wordt gevormd door de mensen die we om ons heen hebben. En als die mensen niet dezelfde waarden hebben als wij, als dat Jezus centraal moet staan in hun huwelijk of hun gezin, we hebben die mensen nodig die ons terugwijzen naar Jezus, die ons de moeilijke vragen stellen, die ons vertellen, heb je al gebeden, heb je al gevast? We hebben elkaar nodig op die manier. Ten derde, wees eerlijk. Dit wordt zeker al getoond door Jezus, die zelf al dingen meemaakt. Dat als hij ergens heen ging, of als hij aan het preken was, of als hij op de momenten dat hij sprak, waren meestal toen hij onderweg was. En er is gewoon iets moois aan het zeggen van, nou, ik ben op dit moment onderweg, op dit moment zijn dingen niet clean, maar kom met me mee en we nemen elkaar mee in deze reis.
En dan nog het punt dat we geroepen worden. Er is iets moois aan rond mensen zijn die een doel hebben, die een groter doel hebben dan zichzelf. Want dat helpt ons om weer naar Jezus te kijken en grotere doelen te hebben. God zegene jou. En ik hoop en bid dat je bemoedigd bent vandaag. Als je op dit moment niet dicht bij Jezus staat, dan wil ik je uitnodigen om een keuze te maken om hem te volgen. En als jij dat bent, misschien heb je God vergeten of ben je niet meer dicht bij hem. Of misschien heb je nooit echt ja tegen Jezus gezegd. Als jij dat bent, dan wil ik dat je met me mee bidt. En dan gaan we bidden tot hem. Lieve Heer Jezus, ik nodig u uit in mijn leven om mij te veranderen. Om mij nieuw te maken. God, ik keer af van wat ik was en ik keer me naar u. Ik dank u dat u voor mij gestorven bent, dat u opnieuw bent opgestaan, dat ik het leven heb. En het eeuwige leven. En van vandaag ben ik een nieuw wezen in Christus Jezus. Ik dank u dat ik nooit hetzelfde zal zijn. In Jezus' naam. Amen. Hey, als je nog één ding voor mij kunt doen, til je handen op om een zegen te ontvangen. Ik ga iedereen zegenen die op dit moment meekijkt. Of als je misschien thuis zit. In je woonkamer, in je bed, maakt niet uit. Ik ga voor je bidden. Lieve Heer Jezus, ik zegen iedere persoon die nu kijkt. Ik bid dat we uw goedheid in ons leven zullen meemaken. Ik dank u dat we overal gezegend worden in alles wat we meemaken. Elke persoon in onze familie, iedereen die nu kijkt. God, ik bid alle zegeningen, alle goeds over alles wat we doen. Dat u voor ons zorgt op ons werk, onze school. Dat u ons troost als we troost nodig hebben als we ziek zijn. Dat we uw kracht zullen zien, Vader. Ik bid voor iedereen die zich geïsoleerd voelt, dat ze een onderdeel kunnen gaan uitmaken van een community waarin Jezus centraal staat. Zegen iedereen. En dank u dat wij de kerk mogen zijn in Jezus' naam. Amen. Arise, my soul, remember this. He took my sin and he buried it. No longer I who live, now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. No, I won't boast, but in the cross that saved my soul, all else is lost. The grip of fear, no hold on me. So where, oh death, where is your sting? No longer I will live, now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the all of this for your glory. Oh, all of this for your glory. Oh, all of this for your glory. Oh, all of this for your glory.
Wat een geweldige celebration met een mooi woord van Luke. Een van de vijf waarden van ReSound is vrijgevigheid. Je kunt bijvoorbeeld vrijgevig zijn door het geven van je tijd of in je financiën. Wil jij ook meebouwen aan onze kerk? Meld je dan aan via de website voor een van onze teams. Daarnaast zijn deze online celebrations mogelijk dankzij jouw gift. Wil jij ons financieel ondersteunen? Je kunt online geven via de Gift app of via resoundchurchparkcity.com/geven. Bedankt voor je gift. Houd onze website en social media in de gaten voor de laatste updates rondom het coronavirus en de activiteiten van onze kerk. Volgende week zijn we er weer om 11 uur met een online celebration op YouTube, Facebook en Church Online. Nog een hele fijne zondag.